Dan gaan wij beginnen met Brabant met de rechtsroute. Klaar jongens, allemaal in positie, komt die rechtsroute! Nou, eens even kijken hoe we hier voetbal nummer 2 gaan krijgen. En Rick Spenningsen, altijd bekend om zo'n spectaculaire stijl. Komt-ie! En het puppet van de meisje, maar toch een solide voetbal. Voetbal nummer 2! Jos, het licht rond de 4000 pk plus. Dat u het maar even weet. Goed, komt ie aan. En Edwin Derksen. Aan de grond te houden. Groeiende wielen links en rechts. Deze combinatie van Edwin Derksen dus. De man, zoals Erik al zei, uit Beek. En niet alleen uit Beek, eigenlijk uit Loerbeek. En Loerbeek is dus de plek waar de trekkerkoeling Titan gehouden wordt. Farmstocks, ja, dat zijn de diesels. Dit zijn op toeren. En wat dan vooral betreft de mooie wedstrijden die we daar hebben. En bij jullie, Erik, want dan mogen we dat over hebben. Met z'n banen rijden jullie maar liefst op 3 banen. Dat lijkt op een onmiddellige koppeling. Trekker. Trekker uiteindelijk gewoon wat laag in de toeren. Maar. Wel eventjes in dat vak, zoals je daar nu even op het grote beeldscherm kan zien. Tussen de, ja, net onder de voerlijn, dus het is even af. Dus je moet het met een andere lekkere wijf doen, Bram Kools. Nee, natuurlijk Bram, haar vader dus, op de bok van deze agrifak Interaction. En daar waar hij inderdaad natuurlijk met daar een voetbal bij kan zetten. Deze zeer fraaie machine. En Bram gaat het een spoor geven. De agrivak Interaction. Komt-ie. die nog veel belangrijker is, winner of the year. Gekozen door je collega's, gekozen door mensen van de NDO. Bij de beste prinses en apenzeven, ik weet wel. Of dit, jullie zijn winner of the year op de zijde. Dat is wel heel mooi, hoor. Ja, dat was zeker een hele mooie. Let op, kijk en huiver. Zapo, combinatie uit Badmen. Ja, en dan krijgt hij hem net niet bovenop. Dan is het gebeurd voor de Nederlands kampioen voor de Winner of the Year. En dat hadden ze toch even eigenlijk iets anders. En dus hebben wij de hand een beetje vol met rook van de Zapo hangen. Het is dan maar even niet anders dat het zo afloopt. En dat is even buitengewoon jammer hoor. En dat toch een behoorlijke mist is ontstaan. Nou, we gaan wel starten. Deze combinatie. Bram Kools, terwijl wij hier nog eventjes in hij zit de discussie en dan even wat aan. Komt ie! En dan heeft ze geweldig aan het lopen. En dan heeft ze geweldig aan het lopen, ze misschien het vol! Aan Bram Kools. En dan komen we even terug op een andere verhaal. Wat lopen ze goed in die mooie brons. Oh, wat prachtig. Dan gaan we kijken of hij inderdaad bij het optoeren heel blijft en naar het eind van de maand gaat. Als ze dan toch die tuin wil gaan. Dat dachten de mannen ook. En die moeten denken dat ze er zeker weten te krijgen. Maar wat groene vlammen, dat is meestal iets van serieus aan getrokken, jongens. Dat had ik niet verwacht. Ja, maar dan praat ook nog van een machine die de afgelopen jaren eens eventjes iedereen de poepie liet ruiken. Toen ze nieuw in de klasse kwamen. Maar er zou komen. Heel wat schilder. En misschien is de banden maar zelf. Het moet gebeuren, hè? Komt-ie. Daar is jouw Paulie! Oeps! Ja, toch wat schade van de eerste run. Miss Frank in Friesland. Van de Sabbat alweer in door het Tractenpool. We gaan op toeren met Rabbit G'n Wild. Schakelt, jongens. Dit zal een opnieuw zijn als kampioen van Zwolle 2016. We hoorden het er straks ook wel een beetje, maar toen ging hij toch nog vlot door die voetbal. Nu waren we de kaartjes eventjes. En we zien een groene vlag aan het begin van de baan. Loopt hij aan Interaction. Bram Kools laat zien wat er mogelijk is met de superstop. Ja, Erik, er is op dit moment, wat betreft, als we het voetbaltermen zouden doen, nog 1-0 voor Nederland. Ja, zeker. Dan dus deze Rabbit G'n Wild, die er overheen gaat. Komt-ie, kijk en huiver. Zo goed onderweg. Hij was heel goed onderweg. Dit is dan jammer en dan blijft het inderdaad 1-0 voor Nederland. Dat is voor ons Nederlanders wel gelijk. Maar ik had toch eigenlijk... Denk ik. 74-45, Rabbit G'n Wild. 74-45. Ik ben benieuwd naar de afstand.